In deze video gaan we kijken naar een opgave uit het boek en de opgave gaat over een schakeling met maar liefst zes weerstanden en ik heb de schakeling hier getekend en we krijgen wat gegeven. We krijgen namelijk dat de grootte van elk van de zes weerstanden hetzelfde is en elk van de zes weerstanden heeft een waarde van 1 ohm en er wordt ook gegeven de stroomsterkte die loopt door weerstand 5 en die is gelijk aan 1 ampère. Wat is nu de opdracht bij deze Opgave. Dat is uh, om te bepalen of te berekenen eigenlijk, is het beter gezegd, de stroomsterkte door de andere vijf weerstanden. Nou, we gaan het uh, stap voor stap doen en we gaan daarbij gebruik maken van zowel de stroomwet als de spanningswet van Kirchhoff. Maar uh, voordat ik dat ga doen, ga ik eerst eventjes uh, in de schakeling aangeven hoe lopen nu eigenlijk de stromen, welke richtingen hebben de stromen en die geef ik hier aan met uh, gele pijltjes. De stroom komt natuurlijk van de, de pluspol af. Het splitst zich en uiteindelijk komt de stroom bij de minpol weer de batterij in. Als ik nu ga kijken wat ik gegeven krijg, dan is de stroom door weerstand R5 gegeven, die is 1 ampère. En ik weet nu eigenlijk twee gegevens van de weerstand R5. Ik weet namelijk de stroom die er doorheen loopt en ik weet de grootte van de weerstand. En daarmee kan ik dus eigenlijk vrij eenvoudig uitrekenen hoe groot de spanning is over weerstand 5. En dat doe ik met de wet van Ohm. En dat ziet er in formulevorm zo uit. En als ik dat ga invullen, eh, dan komt eruit, het zijn natuurlijk allemaal hele gemakkelijke getallen, dan komt eruit een spanningsverschil van 1 volt. Nu ga ik eh, gebruik maken van de stroomwet van Kirchhoff. De stroomwet van Kirchhoff die zegt... Als ik naar een punt kijk, een willekeurig punt kijk in mijn schakeling, dan komt er altijd evenveel stroom in als eruit. Als ik nu ga kijken op een willekeurig punt in mijn tak waar die drie weerstanden in zitten, R4, R5 en R6, oftewel die tak die loopt tussen punt uh, 1 en punt 2, hier aangegeven, dan geldt op elk van die uh, punten dat, uh, dat de stroom die er doorheen loopt 1 ampère is. Er zijn geen aftakkingen, dus in die hele tak is de stroomsterkte 1 ampère. Dus ook door weerstand R4 en door weerstand R6 is de stroomsterkte bekend, die is 1 ampère. En daarmee kan ik ook natuurlijk op de, precies dezelfde manier als ik bij uh, weerstand 5 heb gedaan, ook de spanning over die weerstand berekenen. En die blijkt dan ook 1 volt te zijn. Dan krijg ik deze situatie en uh, nu wil ik natuurlijk verder gaan kijken met de stroomsterktes. Bijvoorbeeld hoe zit het met de stroomsterkte door uh, R2. Maar dan kom ik erachter dat ik nog te weinig informatie heb uh, en dat ik die op een andere manier uh, moet zien te achterhalen. En dat gaan we doen en dat gaan we doen met de spanningswet van Kirchhoff. En die luidt als volgt dat als ik een kringeltje maak dan moet ik altijd precies evenveel spanning verliezen tijdens mijn... Uh, uh, rondje Als dat erbij komt. Nu ga ik als kringetje. ga ik dit kringetje maken. Ik ga een rondje maken. langs de weerstanden R2, R3, R4, R5 en R6. En in mijn verraad ga ik beginnen bij punt 1. en dan ga ik met de klok meelopen. En dan loop ik dus door weerstand R4 heen. in de richting van de stroom. en dat wil zeggen dat me dat uh, spanning kost. En ik weet zelfs hoeveel spanning dat is 1 volt. want dat ga ik daar invullen. Door R5 loop ik ook met de stroom mee, kost me ook spanning. Door R6 kost me ook spanning. Als ik dan het rondje volmaak door, uh, door R2 te gaan, dan moet ik tegen de stroom in door R2. En uh, de, de spanningswet van Kirchhoff zegt dan dat de uh, spanning zal, zal stijgen. Nou, in formulevorm ziet dat er zo uit: min U4, min U5, min U6 plus U2 moet samen 0 zijn. Kijk, die samen 0, dat is komt altijd eruit bij de spanningswet van Kirchhoff. Nou, het mooie is natuurlijk dat ik de spanningen van de weerstanden 4, 5 en 6 al weet. Die zijn 1 volt. En als ik dat dan invul, dan kom ik erachter dat de spanning over weerstand R2 3 volt is. En nu weet ik weer twee gegevens van R2. Ik weet de grootte van de weerstand, ik weet de grootte van de spanning. En ik kan nu ook vrij eenvoudig de stroomsterkte uitrekenen. Die is 3 ampère door R2 loopt een uh, stroom van 3 ampère. Nu ben ik er bijna. Nu moet ik alleen nog even zien te achterhalen hoe groot dan de stroomsterkte is door weerstand R1 en door weerstand R3. En dat ga ik weer doen door gebruik te maken van de stroomwet van Kierhoff. En de stroomwet van Kierhoff zegt als ik een willekeurig punt pak, dan moet er evenveel stroom inkomen als dat eruit gaat. En ik uh, pak nu uh, als punt om te bekijken het punt waar ik mijn uh, Romeinse letter 1 bij heb gezet, bovenin. En dan zie ik dat er moet gelden dat de stroom die vanuit weerstand 1 erin komt, even groot moet zijn als de stroom die via weerstand 4 en de stroom die via weerstand 2 eruit gaan. Nou, dat is een hele simpele uh, optelling, want uh, R4, of, uh, I4 en I2 zijn al bekend. Die heb ik ook al aangegeven in mijn tekening. Hieruit volgt dat de stroom door weerstand R1 4 ampère moet zijn. Nou, op precies dezelfde manier kan ik ook bij punt 2 achterhalen hoe groot dan de stroom moet zijn door weerstand R3. Die blijkt ook 4 ampère te zijn.